blauwe hamertenen. Het komt veel voor en het is gewoon vervelend. Het is niet alleen zo dat je er extra ogen hebt en zo, maar je steunvlak wordt ook kleiner. Dus het is heel belangrijk dat die tenen weer plat kunnen liggen. Dus ik zou in ieder geval adviseren om altijd heel rustig die rekoefeningen te gaan doen die ik nu doe. Je kan het ook doen tussen de middenvoetsbeentjes masseren om die spanning te veranderen. En wat ook heel erg goed is, voer het gebruik op. Maar dat is een teenspreider, want die legt de tenen eigenlijk ook al plat. Dus dan is je steunvlak al groter, je staat steviger en je wikkelt beter af. Schenk aandacht aan klauw- en hamertenen.